Welkom in het Mauritshuis. Nou ja, het mag duidelijk zijn, het Mauritshuis is gesloten. En net als jullie zitten mijn collega's en ik allemaal thuis en proberen we er maar het beste van te maken. En daarom gaan we de komende weken filmpjes opnemen waarin we samen met jullie naar schilderijen uit onze collectie gaan kijken. Kan het niet in het echt, dan doen we het maar digitaal. Dus vandaag begin ik met een schilderij van Karel Dujardin, een Italiaans landschap. Net als heel veel andere 17e eeuwse kunstenaars reisde Karel Dujardin naar Italië om daar de klassieke oudheid te bestuderen. Die lag er natuurlijk voor het oprapen. Hij ging er ook naartoe om de Italiaanse grootmeesters te bestuderen, zoals Michelangelo en Raphaël. Maar vergis je niet, ook het landschap was natuurlijk aantrekkelijk. Het landschap met heuvels en bergen die overgoten worden door een mediterraan zonlicht waar ze in Holland hun vingers bij aflikten. Ik kan die Hollandse verzamelaars geen ongelijk geven, want Karel Dujardin is natuurlijk wel heel goed in staat om op een paneeltje met olieverf een wereld te schilderen die zo anders is dan polders en dijken, plassen en vaarten. Dit is Italië, een wereld waar een Hollandse verzamelaar alleen maar van kon dromen. Een wereld waarvan ik nu ook alleen maar kan dromen. Neem alleen al die berg op de achtergrond, geschilderd in poederige kleuren, waardoor die nog hoger en ongenaakbaarder lijkt. Een totaal andere wereld dan onze wereld hier. Op de voorgrond staat een paard te grazen. Hij heeft net gepoept en naast hem liggen een paar schapen kalm te herkauwen. Maar de hoofdrolspeler is natuurlijk die man die daar ligt te spelen met zijn hond. Hij heeft een mandje met proviant onder handbereik en hoeft zich dus eigenlijk nergens zorgen over te maken. Hij ligt in de Italiaanse zon, eten bij de hand, spelen met zijn hond. Verder hoeft hij niets. En juist dat heerlijke niets doen, dat dolce far niente, dat maakt dit schilderij op dit moment zo vreselijk aantrekkelijk voor mij. Want het verplicht niets doen in huis is echt wel even andere koek dan het Italiaanse dolce far niente. Blijf gezond.